Nee, het werd geen schoonheidsprijs. Maar de cijfers, die staan er wel. Na een 30-op-30 in de voorbereiding pakt België met een 0-2-zege tegen Finland nu ook 9-op-9 in de groepsfase van het Europees kampioenschap voetbal. En dat met in de persoon van Romelu Lukaku een gedeeld topschutter in de rangen. Nog 4 keer winnen en dan het delirium. Liefst in de 100ste interland van die topschutter. Why not? Welkom bij Shotcast EK. Gert? Dank je, Jan. De luisteraar wendt maar beter aan deze combinatie, want wij nemen de laatste 3 dagen eigenlijk van de groepsfase met ons twee op, ja, en niet inderdaad. Met Lars. Ja, ja. Tot en met woensdag zeker. Allee, donderdag voor de luisteraars. Ja. Dus, zitten wij bij jullie. Ja, en ik denk ook dat jij stiekem hoopt dat je toch nog eens een topmatchje te zien krijgt. Inderdaad. Want je hebt zo een ja, ik heb de gave, ja, ik heb de gave om op elk toernooi de topmatch van de groepsfase te missen. En dit jaar was dat? Dit jaar was dat Duitsland-Portugal. Niet gezien? Ja, nee, te weinig. Niet volledig gezien. Ik zat op een feestje. Je ziet echt zo teneergeslagen. Echt, ja. die stem is gewoon zo zwaar. En dan de 3-3 Portugal-Hongarije in het vorige EK, zo, die groepsfase. Ja, heb je match, ook niet gezien. Dat was de eerste training van de Antwerp toen en ik moest daar zijn. En ik moest die training volgen, dus ik stond naar Steve Colpaert en Co te kijken, terwijl die match stond af te spelen. Ja. Ook met droefnis. Met droefnis. Maar gelukkig heb je vanavond wel België-Finland kunnen zien. Ja, absoluut. Dus maar, wat een topmatch. Wat een topmatch. Nu, de tweede helft werd wel oké. Okay, ja. Dus je hebt wel een beetje kunnen genieten. Maar het is heel goed dat je hem gezien hebt, want we gaan het er uitgebreid over hebben. En wel vanaf nu. Zijn we nog believers? De Rode Duivels mikken op maar 1 ding. Winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, zijn we nog believers? Gert, een uitspraak van jou na een uur, noem jezelf gerust Nostradamus. Na die grote kans van Eden Hazard op het uur, zei je plotseling, ja, en nu is het begonnen. Terwijl ik eigenlijk dacht van, oké, je mist een grote kans, nu gaat het terug een beetje naar, ja, een beetje windstil worden. Nee, want ik vind altijd dat heel vaak zo een match die wat saai is, die waarvan je wel weet dat 1 ploeg dominant is, dat dan die dominante ploeg een gigantische kans krijgt, dat is dan vaak het start zijn voor die ploeg om vertrokken te zijn. Ja. En dat was het nu ook wel een beetje, vind ik. Want ga je vlak, maar uit. Ja, vlak nadien komt dat doelpunt van Lukaku. Dat wordt afgekeurd voor buitenspel wel natuurlijk. Maar dat was al direct het tweede moment in een paar minuten dat zo spannend was. Zo. Ja, en dat doelpunt, misschien daar even al meteen bij stilstaan. Allee, dat niet doelpunt eigenlijk. No. Ik ben een grote fan van scheidsrechters en VARs en dergelijke. Maar dit was wel heel close, hè? Ja, was heel close. En ik had trouwens een berichtje van een vriendin die zelfs na het stopgezette beeld niet snapte van, oh, dat is toch geen offside, hè, zo close. Maar wat ik hiervan heb, ja, ze zetten nu dat beeld stil. Ja. En op het stilstaande beeld zie je, als je heel hard inzoomt, ja, Lukaku staat een teentje buitenspel. Ja, terecht dus. Maar dat kan zoveel verschillen. Ook dat is een menselijke inschatting. Want beelden van tv, ja, dat zijn 25 frames per seconde. Dus dat zijn eigenlijk 25 foto's per seconde. Ze hebben nu toevallig deze foto gepakt. Maar als ze de volgende 25ste deel van een seconde hadden gepakt... 1 seconde deel door 25. Ja, dan was het misschien anders geweest. Dus dat, ook, ja, dat is echt zo minuscuul. Want zo klein was het verschil. Wat je wil zeggen is, er zijn verschillende frames die eigenlijk kunnen bewijzen van dit is het moment waarop dat de pas gegeven wordt. Als het zo close is, denk ik dat je beeld kunt stilzetten waarmee je het allebei kan bewijzen, volgens mij. Nu, gelukkig, we gaan er niet lang bij stilstaan, want het is uiteindelijk niet bepalend geweest. Nee. Want wat later viel de goal van Thomas Vermaelen, of eigenlijk van Gradecki. Ja, een goal van Thomas Vermaelen. Wel opvallend, ja. En waarom is een goal van Thomas Vermaelen, of iets Thomas Vermaelen die bijna een goal maakt, waarom is dat opvallend? Ja, opvallend is omdat Thomas Vermaelen is nogthans een goede kopper. Ja. Hij ging mee met corner. Hij kopt hem tegen de paal via Radecki binnen. Ja. Een goal van Radecki is dat dan. Maar het feit dat Thomas Vermaelen daar is, is opmerkelijk. Want de man, en dat is collega Koen van Uitvangen die dat wist te vertellen, die kwam al jaren niet mee naar voren met corners. Vooral, nooit. Ja, en vooral uit schrik voor blessures. En je zou dan denken, blessures in een scrimmage met een elleboog of zo. Nee, uit schrik voor blessures bij het teruglopen naar de corner. Dat hij moet spurten en dan zijn spieren te... Ja, ja.
dat hij zo geblesseerd kan geraken door de vermoeidheid van altijd terug te moeten lopen. Je bent voetballer, dus dan gebeurt toch wel eens dat je voluit moet sprinten, denk ik dan. Ja, ja. Maar dat is dan een inspanning die hij liever vermijdt. Dat is wel een heel rare reden om dan niet meer te voordelen. Maar hij zal zich nu al heel fit voelen, hè, aangezien hij meegaat met de corner. Ja, dat is, het was ook wel nodig, natuurlijk. Ja, Vermalen, ja, die heeft ook nooit echt veel gescoord voor de Rode Duivels. Nu ook weer niet, nu kan hij hem ook niet bijschrijven. Inderdaad. Maar dat houdt dan wel steek met die uitleg van altijd teruglopen, want is het dan één of twee Interland goals? Ja, twee. Hè. Vriendschappelijk in 2009 tegen Hongarije en dan in de huidige kwalificatiecampagne voor het huidige EK bedoel ik dan, tegen Schotland. Dus twee doelpunten in 82 of ondertussen 83 Interland. Oké, amai. Ja. Spijtig dan voor hem dat hij eigenlijk niet op zijn konto terecht kwam. Nee, inderdaad. Ja. Nu, wat hij hem wel op zijn konto kan bijschrijven, is dat hij hem, Romelu Lukaku een beetje een hak zet. Want door... Hoezo? Door Radecki in die situatie te dwingen, heeft hij eigenlijk de topschuttersambities van meneer Eigentor een beetje kracht bijgezet. Eigentor. Zit aan zes zeker. Nee. Zit aan zes stuks. Zes stuks, dat is al iets waar dat je normaal op het einde van een toernooi wel topschutter mee wordt. Ik denk zelfs Griezmann was op vorige EK effectief topschutter met ongeveer zes doelpunten. En dat is nu dubbel zoveel als Lukaku, die gelukkig voor hem wel eentje kon terugprikken in wat een typisch Lukaku-goal was. Ja, zeker. Omdat typisch Lukaku-goal is inderdaad zo, dat wegdraaien. Hij stond met zijn rug naar het doel. Ene verdediger in zijn rug. Hij draait gewoon van die verdediger weg. Die heeft nul kans. Er is geen druk van het middenveld. Dus hij heeft alle ruimte langs het niet-doelkant, zal ik dan zeggen. En hij schiet hem fantastisch binnen. Met rechts. Ja, met rechts, ja. Dus dan ook nog opvallend, gezien dat hij een linkspoot is. En wat minder opvallend is, is de man die de assist gaf. Kevin De Bruyne. Ja. Ik hoorde een podcast deze ochtend waarin de twee hosts zeiden van als er één iemand is die de Finse vloek, want het is de eerste keer sinds 68 dat België Finland verslaat, gaat doorbreken, dan zou het Kevin De Bruyne zijn. Ja. En die podcast werd gehost door ene Lars en ene Gert. Ja, inderdaad. Ik heb dat ook gehoord. Of gezegd. Of gezegd, in dit geval, ja. Nee, maar je hebt echt volledig gelijk, want ook die bij de spelgoal was een assist van De Bruyne. En ik ben eens in de statistieken gaan kijken. Hoe afhankelijk zijn beide heren van elkaar? Lukaku en De Bruyne bedoel ik. Lukaku en De Bruyne. Dus Lukaku zit nu aan 62 treffers, denk ik. Tien daarvan, een zesde, kwamen op assist van De Bruyne, wat dus eigenlijk schandalig veel was. Dat is heel veel. Ja, op zijn beurt heeft Lukaku drie assists gegeven aan Kevin De Bruyne om te scoren. Wat ook wel veel is, gezien De Bruyne veel minder scoort. Dus procentueel zal dat ook wel zijn. Dus ze zijn samen betrokken, zij twee, bij 13 doelpunten. Of zijn samen verantwoordelijk voor 13 goals. Het opvallende daarvan is, 8 van die 13 goals zijn eigenlijk gecreëerd sinds het WK 2018 tot nu. Terwijl ze wel al sinds 2013 samenspelen bij de nationale ploeg. Dus die eerste 5 jaar doen ze er 5. En de laatste 2,5, 3 jaar zitten ze eigenlijk al aan 8. En wordt het eigenlijk steeds meer en meer. Wat nog meer aantoont dat die combinatie wel redelijk goed werkt. Ja, en ze maken dan ook altijd dat mooi gebaar met hun handen in de lucht. Handen tegen elkaar. Eerste keer USA 2014, denk inderdaad, ik. Ja. En nu doen ze het geregeld. Nu hebben ze 2 keer gedaan, deze wedstrijd. Hebben ze 2 keer gedaan. De eerste keer telden het niet. Tweede keer wel. Tweede keer telde het gelukkig wel. Mooi voor de foto's in de krant ook. Zeker ook wel. En ook mooi voor De Bruyne zijn statistieken, want die zijn ook wel redelijk fantastisch dit EK. De Bruyne zit nu al aan 9 gecreëerde kansen. Ja. Maar je moet weten... Over heel toernooi. Maar dat is het meeste van alle spelers op dit toernooi. Ja. Maar hij heeft maar de helft van de speelminuten. Ja. Dus dat is, dat is waanzinnig, hè. Dat is inderdaad waanzinnig. En ook redelijk waanzinnig dat hij samen met Hazard en samen met Witzel effectief wel 90 minuten gespeeld hebben. Dus onze zorgenkindjes zijn geen zorgenkindjes meer. Ze hebben hun inloopmatch gehad, hè, nu. Alleen hun 2 inloopmatchen gehad. Inderdaad. Dit was nu zo'n derde groepswedstrijd. Tegen een matige tegenstander. Eigenlijk viel er hier voor de Rode Duivels heel weinig te winnen. Ja, je kunt enkel maar punten verliezen, of je kunt motivatie verliezen, of je kunt vertrouwen verliezen. Kun jij toch zeggen wat er hieruit te leren viel voor de Duivels? Ja, ik reken eigenlijk vooraf in deze match. Ik had gehoopt op zo'n Tunesisch scenario met veel goals. Hè, waarin Lukaku, veel goals zou maken. Hazard en Assisje, een paar mooie acties. Maar dat was het niet. Maar wat ik vind dat we geleerd hebben, er is eigenlijk niks gebeurd in negatieve zin. Er is eigenlijk ook niet echt iets gebeurd in positieve zin. Alleen één ding. Uw adagium, zal ik zeggen, van de flitsenvoetballers dat de Belgen zijn. Ja, we hebben er eentje bij, hè, met Jeremy Doku. Ja,
Goeie prestatie van? Een extra Friese voetballer. Hè. Een goede prestatie. Ja, was goed. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat ik vandaag vooral geleerd heb, en dat wist ik nog niet over Jeremy Doku, dat hij het Kenneth Vermeer-syndroom heeft. Het wat? Het Kenneth Vermeer-syndroom. Er zijn compilaties op YouTube waarin Kenneth Vermeer geïnterviewd wordt door diverse interviewers. En Kenneth Vermeer, als hij een vraag gesteld kreeg, dan was zijn eerste reactie niet antwoorden op die vraag, maar die vraag herhalen in een nog meer vragende wijs. vond je zelf dat je goed was vandaag? Of ik vandaag goed was? Dat soort zijn. En Jeremy Doku deed exact hetzelfde bij het interview. Dat is om tijd te kopen. Hè, met Ruben van Gucht. Inderdaad, dat is exact om tijd te kopen, omdat je dan zo begint na te denken over de inhoud van die vraag. Dus slimme gast. Dat vond ik heel opvallend. Dus als je nog eens dat interview terug zou kunnen zien als luisteraar, okay, zeker doen. En vooral de volgende keer opletten. Vanaf nu gaat dat echt nooit meer anders kunnen zien. Nee. Jeremy Doku. What has been seen cannot be unseen. De vorige keer, Gert, hadden we ook een paar duivelse voorbeelden gemaakt. Om dit... Voorbeelden? Voorbeden. Zie je, ik ben niet zo een frequent bezoeker van kerken, dus die terminologie die verliest mij wat. Ja. En ik stel voor dat we dat nu ook doen, ter afsluiting van eigenlijk het matchverslag. Ja, ja. Okay. Moeten we dan ook zo bid voor ons, verlos ons Heerdrechter? Ja, zeg gewoon, laat ons bidden voor. Ah, ja, okay. Dus ik zal beginnen. Laat ons bidden voor Leandro Trossard. Die niet alleen op de bank zat, ten koste van een rechtstreekse concurrent in de figuur van Jeremy Doku, maar ook gedoemd was om hem vanuit de wingback-positie achter hem te bevoorraden. Dat is echt pijnlijk dat geweest moet zijn om eigenlijk je concurrent zo te steunen. Ja, en dat stond op rechts ook wel vreemd. Ja, dat is ook al niet zijn beste, want eigenlijk is hij een linksvoor die nu als rechtsback werd uitgespeeld. Dus dat is heel moeilijk om je dan te bewijzen. Ja. Jij nog een voorbeeld? Ja, laat ons ook bidden voor Hans van Aken, wiens wellicht enige invalbeurt op die toernooi werd overschaduwd door een vrouwelijke streaker op het veld. Die onbegrijpelijk niet in beeld was. Nee. De foto's van Bart Laga in de WhatsApp-groep. Oké, dat is goed om te weten. Laat ons bidden voor de teammanager van de Rode Duivels, die al 24 verschillende namen op de bladen heeft moeten schrijven. Het meest van alle landen. En tevens een uniek record, omdat voordien selecties maar met 23 waren. Maar Bel heeft nu effectief gebruik gemaakt van iedereen buiten de twee keepers, is 24. Ja. En dan laat ons bidden voor Guillaume. Die zijn favoriete Finse speler Daniel O'Shaughnessy. Ja. Door Peter van den Bemt uitgesproken hoorde worden als Daniel O'Shaughnessy. Ja, inderdaad. Ja, die had daar zo'n vreemde Franse toets aan gegeven. Maar waarschijnlijk is dat correcter dan hoe dat in mijn hoofd zit. Maar het strookt gewoon. Ja, het strookt gewoon. En dan tot slot, laat ons ook nog bidden voor misschien toch een beetje gezond verstand bij de UEFA. Als ze niet toelaten dat de Allianz Arena in de regenboog mag kleuren voor Duitsland-Hongarije, dan hoop ik op een heel erg stevige sanctie voor het boeroepen van de Russen voor de knielende Belgen en Finnen. Dat lijkt mij niet meer dan normaal. Als je toch iets apolitiek wilt zijn, dan mag je dit politieke signaal ook wel zeker niet negeren. Zwat, Gert, deze match, ja, we voelden de stress niet echt. Nee, de uitslag was eigenlijk uiteindelijk ook niet superbelangrijk. Wat ons wel interesseert is, tegen wie moeten we nu spelen? Ja, nu begint het EK pas. Hè. Ja. Dus tegen wie moet België spelen? Dat is een heel mooie Jeremy Doku trouwens. Ja, inderdaad. Ik moet een beetje nadenken hoe ik dat hier ga verwoorden, want het is niet simpel. Nee, de luisteraars moeten ook weten dat je eigenlijk het UEFA-schema van de vier beste derdes, wie dat er doorgaat tegen wie gaat spelen, fladderen maar eens meer, dat gewoon in een A3-formaat uitgeprint op je schoot ligt, zodat je zeker geen fouten kan maken. Nee, kunnen we het pas weten woensdag om 23 uur. Okay. Maar als ik vandaag, maandag, 23 uur 49 mag gokken, dan gok ik op de derde van groep E. En waarom? Groep van Spanje. Ja, dus de beste derdes, vier beste derdes gaan door. Dus dat wil zeggen dat er twee moeten afvallen. Op het vorige toernooi, wie was de slechtste beste derde dat toen doorging? Dat was iemand met 3 punten en een doelsaldo van 0. Oké. Okay. Vandaag hebben Oekraïne en Finland, die derde zijn, een negatief doelsaldo, waardoor ik die als grap. En als die twee niet zouden meegaan als beste derdes, dus de andere vier, uit de andere vier groepen de beste derde, dan komt België tegen de vierde van Spanje, Zweden, Polen en Slowakije. En op dit moment staat Spanje daar derde. Oké, goed. Maar dat geloven we niet dat dat blijft duren. Nee. Maar dus de derde op dit van moment groep... is dat de beste gok. De derde van groep E is op dit moment de beste gok. Nu, we moeten sowieso dan naar Sevilla. Ja.
op de beelden zien we van ja, Sevilla, dat lijkt mij toch niet een ideaal grasmatje te zijn. En vooral ook drukkend warm. Ja, dus Martinez heeft zijn zorgen al uit over de grasmat in Sevilla. Trouwens, dat is niet het stadion van Betis of FC Sevilla, nee. Maar dat is een stadion dat ze hebben gebouwd dat is een atletiekstadion. Okay. En ze hebben dat gebouwd en ze hoopten dat er een van de twee ploegen zou willen gaan spelen, maar die wilden niet omdat er een atletiekpiste rond lag. Dus gebruiken ze dat nu maar als nationaal stadion. Okay. Maar Luis Enrique zou blijkbaar hebben gevraagd om dat gras korter te maaien. Maar de UEFA-verantwoordelijke had gezegd, ho, let op, want met die warmte, dat gaat verbranden, dat gras gaat ziek worden, dat gaat aangetast worden. En zo geschieden, en nu moeten daar dode stukken gras worden vervangen en zo. En de mat ligt echt slecht. Oké, maar dat is ook een nadeel van Spanje dan. Ja, het veld helpt niet om tegen een gesloten tegenstander te spelen, zei Manchester City-middenvelder Rodri Hernandez van Spanje. Oké. Okay. Ook niet in het voordeel van België, denk ik. Nee, want België wordt toch wel verwacht om altijd toch een beetje de dominanter van de twee ploegen te zijn. Ja. Nu, dankzij die winst van België, door het gekke systeem, zijn ook tegelijk Zwitserland, Engeland, Tsjechië, Zweden en Frankrijk nu zeker van de volgende ronde. Ja. Altijd een beetje KUT als je door bent zonder zelf te spelen. Inderdaad. Ja, dan kun je zo niet echt vieren. En dat is omdat die ploegen 4 punten hebben. Ja. En er zijn nu 2/3 met 3 punten. Ja, op die manier. De andere match in de groep van de Bijl, Rusland-Denemarken, 1-4. Ja. Wat moeten we daarvan weten? Want die hebben we maar met een half oog gevolgd. Hè? Ja, inderdaad. Finland was... Denemarken had heel veel energie in dat spel. Leek mij ook wel wat voordeel te hebben. Ik had het zo half opstaan. Ja. Ik had het opstaan, maar ik keek er maar half naar. En ze leken mij ook wel voordeel te hebben van dat thuisvoordeel. Ja. Zij zijn nu tweede. Zij gaan door na die 4-1 winst. Rusland is vierde, uitgeschakeld. En Finland is het beste derde van onze groep, met 3 punten en een doelsaldo van -2 nu. Dus ja, als ik het zo zie, die 1-4, veel krachtig spel, veel emotioneel spel. Ja. Ja. Hebben wij dan misschien toevallig de wedstrijd van de groepsfase gemist? Want ik denk het kan wel even goed geweest zijn als Portugal-Duitsland. Dat het vandaag, als je niet een Belgische voetbalpodcast zou maken, dat het vooral over die match zal gaan. Waarschijnlijk wel. Nu, die Denen die mogen nu tegen Wales spelen. Dus dat is ook wel nog een leuk cadeau, want dat opent wel perspectieven. Nog iets opvallend van die wedstrijd? Ja, wat mij opviel was, de Denen hebben nu 3 wedstrijden gespeeld. 3 keer in een ander truitje of outfit zelfs. 3 keer een ander outfit? Ja, dat viel mij op. Meestal heb je een uittruitje en een thuisshirt. Ja. Maar de eerste wedstrijd spelen zij traditioneel in hun truitje wit. Rood truitje, witte mouwen en een wit broekje. Maar de tweede wedstrijd speelden ze tegen België. En België speelde in het wit, waardoor die witte mouwen niet konden. Dus hadden ze een volledig rood en ook een rood broekje. En nu vandaag speelden de Russen volledig in het rood. Dus moesten zij volledig in het wit. Dus bizar. Een unicum, denk ik. Ja, ik denk niet helemaal dat het uniek is, want ik heb het eens opgesnord. En het gekste shirtverhaal op een toernooi dateert van 1978. Okay. WK in Argentinië. Wedstrijd Hongarije tegen Frankrijk. Aftrap was er. Komen die beide ploegen toch wel aandraven in het wit, zeker. Frankrijk werd dan gevraagd om een truitje... Kazuiveltjes aan te doen. Stel u voor. Dat zou eigenlijk nog het beste idee zijn. Zo van die oranje met reflecterende stroken. Zo pikken van de fotograaf. die Fransen moesten dan wisselen van truitjes. Maar die hadden blijkbaar geen alternatief dat echt goed afstak tegen dat wit. Dus wat was het idee? Ja, ze zaten in Argentinië. Ze zijn eigenlijk bij de lokale voetbalclub gaan vragen van, mogen we jullie truitjes gebruiken? Die lokale voetbalclub, dat was in Buenos Aires, Club Atletico Kimberley. Dus een geweldige naam. Deze club bestaat ook trouwens niet meer. Die bestaat wel nog in het voedsel, maar echt veldvoetbal, daar doen ze niet meer aan mee. Maar die hebben dus aan Platini en andere sterren hun truitjes uitgeleend. En zo kreeg je dus een situatie dat Hongarije in het wit speelde. En die Fransen in wit met groene verticale strepen. Okay. Dus Frankrijk in het groen. Straf. Het bestaat eigenlijk. Ja, straf verhaal. Inderdaad, ja. Dan denk ik dat we genoeg gesproken hebben over de Rode Duivels, hè. Dan is het tijd om over te gaan naar de orde van de dag. Elke dag vragen onze vrienden van Bwin zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Onze arme vrienden van Bwin komen nooit iets te weten over de Rode Duivels. Ze mogen pas beginnen luisteren over alle andere wedstrijden, Gert. Maar we hebben het opgedeeld deze vooravond om 6 uur. Jij keek naar Noord-Macedonië-Nederland. Ik zie dat het 3-0 geworden is. Dus ik was verblind door Oekraïne-Oostenrijk. Dus duid mij even de 0-3. Ja, eerst en vooral, er zijn zo'n paar dingen die je kunt onthouden.
De, eerst en vooral een beetje een stokpaardje van ons ondertussen. De glorierijke terugkeer van de 4-3-3 bij Nederland. En een stokpaardje van de Nederlandse fan ook. Ja, voilà, net daarom. Nu, Frank de Boer had het voor de wedstrijd al aangekondigd. Dat hij op een bepaald moment in deze wedstrijd 4-3-3 zou gaan spelen. En bij de rust was het zover. Ja. En we werden er zelfs attent op gemaakt met een pushbericht via de app van het AD. Allemaal in dat Dus die stuurden, ja, Frank de Boer, switcht naar 4-3-3. Het leek zo wereldnieuws. Dus een pushwaardig nieuwsbericht van ons Nederlandse media. Okay, inderdaad. Ja. En ook na de match luidde hun push, Oranje flitst in 4-3-3 naar fraaie derde zegen. Dus want, zo blij zijn ze dus in Nederland dat het heilige systeem eindelijk weer wordt gebruikt. Ja, want ze hebben wel 2 keer gescoord in dat systeem. Ja, dat is waar. En het was ook wel, de tweede helft werd er wel flitsender voetbal gespeeld. Maar de Boer zei achteraf wel dat dit niet wil zeggen dat 4-3-3 nu gaat blijven. Maar het zal wel munitie zijn voor de Hollandse goegemeente die terug staat te roepen voor de 4-3-3. Oké, goed. In aanloop naar die match, ik heb het ook gisteren gehoord hier toen jij en Lars bezig waren. Het fameuze briefje, dat bleek dan te kloppen, want Gravenberg en Daniel Malen die speelden effectief. Maar hij was zo mijn half oog aan het kijken en hij was de hele tijd bezig over, allee, wat zit die een analist hier nu te vertellen? En die analist bleek Rafael van der Vaart te zijn en die gaf er nogal koeken op. Ja, dat van der Vaart was een beetje, ja, ik vind hem, dat is altijd zo een beetje raar wat hij zegt tijdens zijn analyses, vind ik. Maar nu ook zo tijdens de rust was hij aan het zeggen van dat je zo, het stond er dan 1-0 voor, hij becommentarieerde het doelpunt, best mooi counterdoelpunt van Nederland, becommentarieerde hij echt negatief met van dat je het zo moet doen tegen Noord-Macedonië, daar word ik verdrietig van, we zijn een counterploeg geworden en zo slordig aan de bal. Dus dat was dan over een doelpunt en die was dan ook heel een tijd zo met Tom Egbers al ruzie aan het maken en op een gegeven moment zegt hij ook van ik vind Gravenberg heel slecht spelen. Ja, zo'n 18-jarige in zijn eerste debuutmatch op het hoogste niveau, even onder de grond stoppen, dat kon er ook nog wel bij voor meneer Van der Vaart. Zeer apart dan eigenlijk. Ja, ik vond dat wel. Wetende dat Nederland al de vorige... Ik ben niet zo'n fan van de analist Van der Vaart. Nee, en wetende dat Nederland in de vorige 2 toernooien gewoon niet heeft meegedaan, moet je misschien niet te picky zijn aan 0-3 zegen tegen Van der Vaart was ook altijd in die 4-3-3-discussie een van de mannen die altijd zegt van dat moet. En die leeft zo echt in het verleden van... Ja, Holland moet altijd de finale halen, altijd en overal. Niet realistisch. Niet realistisch. Noord-Macedonië. Ja. Ik ga ze een beetje missen, denk ik. Ja. En vooral dan Goran Pandev, die wel een geweldig afscheidsmomentje kreeg. Ja, hij krijgt van mij ook wel de prijs van blijter van het rennen. Hij heeft bij het volkslied in de eerste match gehuild. En nu weer in de derde match, want het was een laatste match voor Noord-Macedonië. Mooi allemaal, natuurlijk. Maar op 3 volksliederen 2 keer beginnen wenen, dat is misschien ook wel overdreven. Dat is misschien wel overdreven, hè. Maar het was wel mooi, want hij kreeg een eerbetoon van de Nederlanders. Een oranje shirt met 122 op. Aantal caps. Het aantal caps en panden. Bijna ook zijn leeftijd, denk ik. Ja, inderdaad. Dus, nog iets anders leuks over deze match? Ja, dat kan niet boven de afscheid van Pandev gaan. Nee, dat is waar. Misschien nog een leuk weetje. Nutteloos weetje, daar zijn we. Nederland heeft in 10 matchen op rij nu minstens 2 goals per match gescoord. Oké. En dat is al van 34, 35 geleden dat ze zo'n reeks hebben neergezet. Wow, oké, 85 jaar geleden. Ja. Dat is wel straf, inderdaad. Goed. Oekraïne-Oostenrijk dan maar. Die heb ik voor mijn rekening genomen. Ja. Ik ga eerst en vooral even negeren dat ik helemaal in het begin van het seizoen Oekraïne als mijn... begin van dit toernooi. Oekraïne als mijn dark horse heb genoemd. Ja, jij mocht dat negeren, maar wij gaan dat niet negeren. Oké, jij mocht dat dan duidelijk in mijn gezicht duwen of wrijven. Maakt niet uit. Maar er is wel iets veel belangrijker gebeurd in deze match. Namelijk, Oostenrijk heeft daar eeuwige schuld ingelost voor de schande van Gion. Schande van Gion, zegt u wel nog iets? Ja, dat is de allereerste salonremise op een groot toernooi. Zo kun je het wel Duitsland, zijn. West-Duitsland toen. Ja, toch zeker de legendarische. Het was in 82 op het WK. West-Duitsland had dan een kleine zege in de groepsfase tegen Oostenrijk, genoeg voor kwalificatie. En Oostenrijk kon een klein verlies verdragen. Dus wat gebeurt er? Er wordt na ongeveer 10 minuten 1-0 gemaakt in het voordeel van West-Duitsland. En nadien gebeurt er gewoon niks meer. Echt bijna schaamtelijk, schaamteloos niks. Pasjesbreed eigenlijk zo. Zo Biglia-balletjes, zo constant gegeven. Dus die match die heeft zo zeer gedaan aan de ogen en vooral aan de ziel van het voetbal, dat men eigenlijk nadien besloten heeft om die eindwedstrijden
die dan op een verschillend tijdstip waren in dezelfde groep, om die allemaal op hetzelfde tijdstip te doen. Net zoals in de competitie, de laatste twee speeldagen op identiek hetzelfde moment. Dus het is die mannen hun schuld dat wij Denemarken-Rusland niet deftig hebben kunnen zien. Ja, het is de schuld van Oostenrijk. Het ironische was, Oostenrijk heeft nadien geen platte prijs mee behaald. 1982 zijn ze dus door deze salonremise er eigenlijk in geslaagd om de volgende ronde te bereiken. Is er nadien nooit meer gelukt. Ze hebben ook zelden nog meegedaan aan het toernooi. Terecht. Tot dus deze avond. Ja. Tot dus eigenlijk dat ze eigenlijk tegen Oekraïne de kans hadden om met een gelijk spelletje 4 punten te komen, dat ze alle twee door zijn, hebben ze eigenlijk gezegd van nee, we gaan er vol voor. We hebben ons 90 minuten gegeven en we hebben 1-0 gewonnen. En onze beloning is voor de eerste keer in die 40 jaar kwalificatie gehad voor de volgende groepsfase van de grote toernooi. Ja. Dus tegen Wales? Nee, Oostenrijk niet. Oostenrijk speelt tegen Italië, denk ik. Ja, dat klopt. Ik zie je op je blad kijken, maar ik ken het gewoon van buiten. Ja, dus, dat klopt, Guillaume. Ja, welke. Helemaal. Dus dat vond ik eigenlijk heel, heel mooi om te doen. Ik heb eigenlijk heel veel te vertellen over deze wedstrijd. Maar... Ja, maar dat is altijd een grote fout, hè, Guillaume. Hoe dat? Op dagen dat de Rode Duivels spelen, dan zie ik u hier dat draaiboek vol rammen met tekst. Heel vroeg op de dag al. En dan zeg ik zeg het dan ook altijd, Guillaume. Ja, zei het wel, ja. Je moet niet zoveel voorbereiden van die match die er niet toe doet. Oké, okay, goed. Mag ik dan nog één dingetje zeggen? Allee, eentje dan. Okay. Ik denk eerst en vooral, als Oekraïne er effectief niet in slaagt om bij de 4 beste derdes te komen, wat wel kan gebeuren. Ze hebben een doelstelling van -1. 3 punten in -1, ja, dus de dat kans is moeilijk. Is klein. Dus dan is het einde Shevchenko bij Oekraïne. Ja. Was er ook al niet in geslaagd om het land te kwalificeren voor het WK 2018. En daarnaast wil ik gewoon nog duiden dat Lars... uit deze match is gebleken dat Lars iets te voorbarig was met de conclusies dat het een redelijk coronavrij toernooi zou worden. Waarom? Dus je had eerst en vooral Busquets en dergelijke, helemaal in het begin van het seizoen, van het toernooi, Cancelo. Maar dat is nu wel een beetje aan het veranderen. Eerst en vooral had je Billy Gilmore in de loop van de Schotland. Dag. Bij Schotland. Ja. Die positief heeft getest en 10 dagen in quarantaine moet. Als ook 2 Engelsen die een hoog risicocontact waren en in een soort zelfquarantaine. Chilwell en Mount. En die Mount, waren dan te dicht bij Gilmore geweest tijdens de match. Of dat vraag ik mij ook af. Ja. En toen zag ik plotseling na 20 minuten in die match Oostenrijk-Oekraïne tijdens een dood moment... Remtjouk van een flesje water drinken. Komt de Oostenrijker Dragovic bij hem staan en vraagt hij van... Ja, Remtjouk, Roman, lieve Roman, mag ik ook een slokje van je flesje? Ja, nee. En die geeft dat gewoon. Echt? Ja, dus die hebben van hetzelfde flesje water dan zitten lurken. En ik begrijp dat je niet allemaal hoog risicocontacten bent op een voetbalveld en dat je constant getest wordt. Mekaars flesje drinken is toch niet van deze tijd? Van mekaars flesje drinken is toch wel heel hard bubbel binnen dezelfde bubbel. Allee. Ja, dat is... Ja. En nu twee... Amai, dat vind ik wel straf. Dat is gewoon ziek van te worden, eigenlijk. Ja. Dus ja. Goed. Ben er niet goed van? Nee, jawel. Dus bereid u voor op een golf corona. Bereid u erop voor. Stel u voor. Stel u inderdaad u voor. U hoorde het eerst bij Shotcast. Goed, alle gekheid op een stokje. We zijn weer helemaal mee. Tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. Onze stagiair Jarno Herftijd droomt van een carrière als voetbalcommentator, dus geeft onze sponsor Bwin hem de kans. Jarno becommentarieert een legendarisch EK-doelpunt aan u om te raden over welke goal hij het heeft. En die goal hoort u nu. Gert Verhulst aan de bal. En daar komt zijn bal voor doel. En die gaat er gewoon in. Die gaat er gewoon in. Wat een heerlijke volley. Het is James Cook. Het is James Cook. Die die bal in 1 tijd op de slof neemt. En die bal valt gewoon in de verste hoek binnen. Het lijkt gewoon een onmogelijke hoek. Maar die bal valt er toch in. Hoe is dit in godsnaam mogelijk? Een godsgeschenk dat pardoes uit de hemel komt vallen. En James Cook neemt het cadeautje aan. Wat een prinsheerlijk doelpunt. De voorzet van Gert Verhulst is nogthans heel lang onderweg. Maar James Cook, ja... Hij trapt die bal gewoon perfect. Beter dan dit kun je hem gewoon niet raken. En ja, kijk maar hoor. Het ongeloof. Bij de spelers, de trainer en de supporters. Ze weten het natuurlijk zelf ook. De EK-titel komt nu wel heel dichtbij. Kent u het juiste antwoord? Ga dan naar de site van het Nieuwsblad en vul uw antwoord in bij het aankondigingsartikel van deze aflevering. En maak kans op een believerspakket waarmee je vanuit uw zetel optimaal mee kunt vieren liever met de Rode Duivels of met een andere ploeg. Hè. We moeten niet allemaal voor de Rode Duivels supporten. Nee, maar het zijn wel allemaal rode objecten. Het zijn wel allemaal rode objecten. Zwart, geel, rood. Dus en dat wordt pintjes, rode pils. Rode pils zit er ook in, dat klopt. Hè. De winnaar van het vorige pakket is ook bekend. Het is namelijk Lucas Lombaard. Die herkende de goal die Frankrijk in 2000 de EK-titel schonk. Dus dat is een goal van wie, Gert? Trezeguet. Voilà, kijk. De man weet toch ook alles, hè? Amai. Over naar het volgende.
En dat volgende is de afsluiter, want dit was het alweer, uw dagelijkse update over TK. Geen quiz, behalve die van daarnet voor Gert, zoals u van ons in het reguliere seizoen gewoon bent. Maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believersquiz, waar u 10 vragen moet oplossen in 13 seconden, 87 honderdste. Gert, wat staat er vandaag in de krant? De spelersbeoordeling van de Rode Duivels. Hè, de punten die we elke keer geven. En dat is altijd heel populair. Ja, een 4 voor Shadley. Niet onterecht. Ja. Een 8 voor Lukaku. Dat zijn de uitschieters. Ook niet onterecht. En maar, De Bruyne meer dan een 8 dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ja, want De Bruyne is man of de match. Dat moeten ze zien, want hij is het man van de match geworden. Maar de mensen kunnen ook zelf, onze luisteraars, kunnen ook zelf punten geven. Want we krijgen heel vaak te horen... Oh, die punten, dit en dat. Hè. Wie geeft die punten? Wie geeft er daar een 7? Wie geeft er maar een 4 aan Shadley? Wel, mensen, jullie kunnen het nu lekker zelf doen in de app van het Nieuwsblad. Ja, dat klopt. Dat klopt. En mensen die gewoon de krant willen, €2,99 per week en niet 3,5, op nieuwsblad.be/actie. Lieve producer Pieter, ik zie u al naar voren komen. Geef ons een timecheck. 30 minuten, een beetje meer. Oké, dat is goed, hè? Dat is goed voor één keer. Boeken dicht, denk ik dan. Hè. Enkel nog de kalender voor vandaag. Slechts 2 matchen. De matchen van groep D. En allebei om 9 uur. Dus geen partijen om 3 en om 6. Want om 9 uur is er Kroatië-Schotland enerzijds. Tsjechië-Engeland anderzijds. Wie megascore mist en zich toch graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden, kan altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Voor de rest... Geniet van de overwinning van de Rode Duivels. Geniet ook van de overwinning van Oranje, als u Nederlander bent. Geniet van het EK en tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Kio Mabe, Gert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Bwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank. Zin in nog een podcast van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielerpodcast De Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot morgen!